Tegenwoordig zie je natuurlijk in winkels, bij tankstations, ziekenhuizen, scholen, je ziet overal beeldschermen die je van informatie voorzien of die je advertenties tonen. Van de huiskamer-tv die bijvoorbeeld ook in, bij bedrijven in professionele omgeving wordt ingezet, tot tablets, smartphones of grote schermen, zelfs langs de snelweg, de digitale schermen. Z-Displays verzorgt eigenlijk de totale oplossing voor de klant. Wanneer er een wens is om iets digitaal te communiceren, gaan we samen met de klant kijken welke middelen daarvoor in moeten worden gezet. Dus dat kunnen allerlei soorten schermen zijn, van kleine tablets tot enorme videoschermen. En daarbij natuurlijk ook gewoon de aansturing. Wat komt er op het scherm? En zo bekijken wij met de klant welke oplossing er kan worden gerealiseerd. Je kunt natuurlijk gewoon voor een heel simpele oplossing kiezen, maar je loopt al vrij snel tegen een aantal zaken aan. Als je bijvoorbeeld met LCD-schermen binnen zou werken en je gaat dat met een PowerPointje doen, dan kom je echt een heel eind. Totdat je op een gegeven moment echt je content wil gaan bijwerken, wanneer je bijvoorbeeld grotere netwerken hebt van schermen, ja, dan wordt het een probleem om steeds naar een scherm te lopen met een USB-stickje en wil je dat gewoon graag professioneel aansturen. Daarnaast heb je natuurlijk de content moet ook ontworpen worden. En natuurlijk het is mooi als je met PowerPoint op kan gaan. Maar heel vaak wordt het ook ontworpen door bijvoorbeeld een mediabureau en krijg je bestanden waar je wat ook mee moet kunnen. In het bedrijfsleven zie je toch wel dat bedrijven hun personeel graag willen informeren over allerhande zaken die spelen. Er wordt bijvoorbeeld een scherm in de koffiecorner opgehangen, wat een uitgelezen plek is voor bedrijven om, terwijl mensen wat met elkaar of koetjes en kalfjes babbelen, naar het scherm kijken en ook kunnen zien wat voor actuele zaken er in het bedrijf spelen. Er kan ook verkeersinformatie worden getoond, zodat men rekening kan houden wanneer een trein vertrekt en de werkzaamheden daar nog net wat beter op kan afstemmen bijvoorbeeld. Bij de Euronext hebben we 3 verschillende soorten schermen gerealiseerd. De LCD-schermen, de lichtkranten met de koersinformatie en de schermen voor outdoor gebruik op de gevel van het gebouw. Content komt tegenwoordig overal vandaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn van een Twitter-account, van Facebook, andere social media, maar ook bijvoorbeeld weer informatie van het internet. En als je al die informatie zelf moet gaan vergaren en dan ook nog eens een keertje op een beeldscherm wil gaan krijgen om je doelgroep aan te spreken, dan heb je best een uitdaging tegenwoordig. En dan kun je beter een softwareoplossing gebruiken die daarvoor speciaal is gebouwd, wat het gebruik gewoon echt vergemakkelijkt. Alle vormen van informatievoorziening gaat natuurlijk digitaal worden. Nu zijn er nog delen gewoon fysieke informatie. Naarmate alles meer digitaal wordt, wil je op de toekomst voorbereid zijn. En dat houdt in dat je goed na moet denken wanneer je een softwarepakket aanschaft, dat je voorbereid bent op de toekomst.